Mooi filmpje. Ja. Leuk om te zien. Ja, zeker. Nou ja, ik ben natuurlijk zelf redelijk intensief betrokken geweest, ook aan de beginfase, zoals je ziet. En het was voor mij ook gewoon een eye-opener aan de ene kant van, nou ja, hoe snel eigenlijk ook zo'n kader achteruit kan gaan. We vermoeden echt heel sterk dat hier die droogte van 2018 daar een belangrijk gevolg van is geweest. Maar ook hoe lang het dan vervolgens duurt voordat je eigenlijk zo'n kader die dus met zeer grote spoed, zeg maar, dit moet worden opgepakt, hoe lang dat nog kan duren. En dat heeft bij mij ook wel de aandacht erop gelegd van, ja, het is belangrijk dat we in zo'n vroeg mogelijk stadium weten wat de kwaliteit van je kering is. Maar ook van, ja, maar welke processen spelen er nou in die kering die de kwaliteit kunnen gaan verslechteren en met welk tempo. Ja. En je kunt natuurlijk niet altijd alles voorspellen, maar het feit dat je zegt, nou, stel dat we dit jaar weer een heel droog jaar gaan krijgen, dan moet je ergens in je achterhoofd moet je al gaan bedenken van, nou, het zou er best wel eens kunnen betekenen dat een aantal kaders waar grote bomen langs staan, daar moet ik misschien eens wat intensiever gaan inspecteren. Ja. Dus dat vind ik dan wel interessant wat uit dit onderzoek ook naar voren komt, van dat je veel meer in controle kunt komen met je dagelijkse beheer eigenlijk. Ja. We hebben bij dit filmpje ook nog een Mentimeter vraag. Ja. Dus laten we die even starten. En dan kan ik ondertussen, dus kunnen jullie het antwoord alvast geven, maar het verraste mij, ik had een preview van dit filmpje en ik zei tegen het verraste mij dat fietsen, dat zo'n belasting kan geven, maar dat ligt nog net even anders, hè? Ja, dat ligt wel ietsjes anders. We hebben dat uiteraard allemaal door laten rekenen en op zich wandelaars en fietsers is niet het probleem. Maar dit fietspad werd ook gewoon door een aantal lokalen als weg gebruikt. En ja, gewoon een auto met een aanhanger met kaphout, noem maar wat. Dat is duidelijk uit de berekeningen, dat kon niet. En wel geprobeerd dat soort verkeer op die kering tegen te houden. Ja, dat is niet gelukt. Dus moest uiteindelijk het hele kadervat gaan afzetten. Ja. Helaas voor alle fietsers ook. Ja, ja, ja. En nou, je dan vervolgens 38.000 ton grond aanbrengt. Introduceer je daarmee ook niet de volgende dijkfraude? Nou ja, goed. Er is natuurlijk een hele profiel is veranderd. Er is een enorme stabiliteitsberm bijgekomen die er daarvoor niet lag, zeg maar. Ja. Oké, nou, we krijgen al antwoord op de vraag. Ja, dus de vraag in de Mentimeter. Dank jullie dat jullie al zo voortvarend aan het beantwoorden zijn. We hebben een aantal signalen van dijkveroudering in deze vraag verwerkt. En we zijn eigenlijk benieuwd van, wat vinden jullie nou de top 3 belangrijkste signalen van dijkveroudering? Is dat nou scheuren? Is dat een opbolling, een afzakking? Maar graverij in kale plekken? Dan zullen we straks ook in de praatjes van Wout-Jan en ook op terug laten komen. Ik zie al van, het drijf- en zwerfvuil scoort in ieder geval niet zo hoog. Maar nee. Scheuren, opbollingen en verzakking, erosieafslag, dat zijn natuurlijk ook de dingen die wij eigenlijk in die filmpjes net ook al terug zijn gekomen. Dus dat, ik weet niet of we daarmee impliciet ook de kijkers een beetje gestuurd hebben. Dat denk ik niet. Jaap, hoe kijk jij daar naar? Nou, ik vind het wel interessant dat scheuren op nummer 1 staat. Want scheuren is voor mij nog een vraagteken. Is dat een kenmerk van dijkveroudering? Of zijn dat gewoon autonome processen in Nederland in de ondergrond? En kun je dat rekenen tot dijkveroudering? Ik moet zeggen, het valt me wel op dat ik vanmiddag veel vragen stel. Omdat ik gewoon met heel veel vragen nog worstel als beheerder. Van, kijk, een opbolling of een verzakking zie ik waarschijnlijk wat sneller als een verouderingsproces. Want dat is een taluut wat uitzakt. Maar een scheur kan ook uit een diepe ondergrond komen. Zeker in het wat veenachtige gebied in het westen. En is dat een kenmerk van veroudering? Misschien een vraag in de chat daarover. Ja, we krijgen een vraag uit de chat. De discussie, wat staat er bovenaan? Is dat wat je het eerst ziet of is dat de aanleiding? Ja, dus wat je bovenaan staat, is dat de aanleiding of is dat hetgene waar je oog het eerst op valt? Kun jij daar iets over zeggen, Oscar? Terwijl het volgende technische probleempje zich hier voordoet. Dus wat bovenaan staat, is dat nou datgene wat je toevallig het eerste ziet? Ja, een scheur die zie je natuurlijk, zeker als er asfalt ligt bij wijze van spreken. Of is dat datgene wat echt meest van belang is als oorzaak? Een terechte vraag van Jaap, want dat is natuurlijk waar we straks ook naar gaan kijken, is dat er natuurlijk allerlei inspectiewaarnemingen zijn genomen. En die hebben we, zeg maar, verwerkt in die database. En dat is natuurlijk wat de inspecteur op de dijk
waarneemt. En die ziet dus een scheur. Maar is dat inderdaad dan een gevolg van dijkveroudering? Of zit daar een heel ander soort proces in? Hè? Kijk ik naar inderdaad die veendijken bij ons in Delfland met droogteverschijnselen. Ja, die dijken die drogen dus uit. Die maken scheurvormingen gedurende dat droge seizoen. Maar die gaan ook weer dicht. Nou ja, als ze niet te groot worden althans. Dus dat is de vraag. Ja, is dat nou inderdaad dijkveroudering? Of is dat gewoon een autonoom proces van zo'n dijk? Nou, ik denk dat een legitieme onderzoeksvraag is om daar nog eens wat nader op in te kijken. Ja, dat is inderdaad vooral ook wat Jaap zei, maar in de chat werd ook gezegd van ja, wat nou het hoogste scoort, hè? Is dat omdat we dat gewoon het makkelijkste zien? Een scheur zie je natuurlijk in principe aan het oppervlak. Of is het, dus is dat wat het eerst in het oog valt, of is dat datgene wat er echt als heel wezenlijk verouderingselement onder zit? Ja, ik denk dat je beide in beeld wil krijgen. He, want beide zijn belangrijk voor jou als beheerder, waar jij wel of niet op moet gaan acteren. Dus grote scheuren kan je niet laten zitten. Ook al hebben die misschien geen relatie met dijkveroudering. Precies, dat gevoel krijg ik ook wel bij die top 3 die zich hier aftekent, dat daar een zekere urgentie uitspreekt. Ja. Nog even afgezien van de graverij, daar moet je natuurlijk ook snel acteren. Maar, ja. Ik kijk nog even naar onze chatmasters. Nog andere opmerkingen waarvan je zegt, van, nou, die wil ik even inbrengen? Nou, er is er misschien één die ingaat op deze discussie, hè, met scheurvorming. Bernadette die reageert als er ongelijke hoogte zit aan de scheur. De ene kant is hoger dan de andere, dan geeft die urgentie. En uiteraard grote scheuren. Ja, ik zal hem even herhalen. Ik zal straks. Dus het gaat even. Bernadette gaat nog even verder door op die scheurvorming. Die zegt van ja, er is ook nog een aspect wat meespeelt natuurlijk. Als er een hoogteverschil is aan de ene kant van de scheur en de andere kant. Ja, als vrijwillige dijkinspecteur bij de Vierland leer ik dit ook hierop te letten. Ja, klopt. En trouwens ook op het fenomeen van of er alweer vegetatie in de scheur zit. Ja. Want dan is het een hele oude scheur. Dan wel dat het een hele verse scheur is. Dan is er iets meer misschien nog aan de hand. Ja, de kleur van het asfalt. Je moet als inspecteur echt wel geschoold zijn om daar wat zinvolle parameters te kunnen inwinnen. Ja, ja, klopt. Ja. Oké, mensen, ik kijk even naar de tijd. We hebben toch eigenlijk de vertraging weer ergens ingelopen.